aflevering van Te Strijnigek. Ik sta hier op het prachtige middeleeuwse stadje wat de Bielebek mag heten. Tussen de spoorlijn tussen Coesfeld en Münster. In het prachtige Münsterland hier in Duitsland. Ik ga hier een lunch even smitten die ik in Coesfeld heb gehad. Een lekker broodje met frikandellen. Hoe is dat hier in Duitsland? Het is gewoon een broodje gehaktbal. Hoe je dat in Nederland mag eten. Van een bakkerijtje met een koers wat heb gekocht. En dan gaan we straks even kijken of ik hem met de bus naar Münster kan toeren hier. Of ergens waar een trein komt. Want ik zeg, ik word heel veel kijkplezier. Ik hoor dat je mee kunt zien hier achter die mooie Duits reisbaan. Daar heb ik vorige keer een video over gemaakt. Moet je hem terugzien. Linkje zet ik wel in de beschrijving. Bielebek is echt een heel mooi stadje. Ik zeg, als ik een keer jarig ben of zo, wil ik dit ding best voor me kunnen ding gewoon afhuren. En ideaal voor feestjes, joh. Vooral als je 50 jaar bent. Het is gewoon al een half uur rijden. Dus ja. We gaan zo meteen weer met de trein naar Münster heen. Dat is een half uurtje met plankinterieur. En dan gaan we in Münster gaan bekijken wat we dan nog even gaan doen. Ik was ongeveer in 4 uur. Half 5 moet ik ongeveer in Nederland weer terug zijn, in Hengelo. Voordat is hier niet zo ver. En ik vind het een beetje leuk om ook even deze omgeving een beetje te verkennen. Met plekken waar ik normaal nooit zou komen. Met de NRW-tour, dus daarom. Dus wachten we even op de trein richting Münster. Ik heb vandaag ook wel wat met harde geluiden. In die andere trein ook al allemaal gedronken Duitse geluiden. Allemaal vonden bieren zo schreeuwende. En dan schreeuwende kinderen gaat in die andere trein. En nu in een of ander kindermuziekje. Ik heb er vandaag wel wat mee over. Ik hoop dat deze trein in ieder geval niet zo druk is. Want ik vond die andere trein best nog wel druk. Naar die Noordwestbaan talent. Nadam. Dus ik heb denk ik zo'n gevoel dat er heel veel voetbalwedstrijden zijn hier in Duitsland. In Münster Roxel. Van hieruit gaan we een stukje bushoffee doen van Münster. Maar daar mag ik ook in met mijn NRW-ticket. Stukje lijn 1 naar het Centraal Station. Kijk, er is ook kermis in Münster. Deze geile C2's zijn we aangekomen. Wel een hele mooie lijn. Die lijn 1 gaat dwars door het oude Oudstad heen. Kun je lekker mensen aanrijden. Dus aanraden om die lijn te doen. Vooral als je die gaat combineren van het Coesfeld met die stoptrein. En dan een beetje bij Raxel uitstappen. En dan kun je lijn 1 doen. Leuk. Zijn we aangekomen in Münster. Kijk, er staat een hele brute lok daar. Hoe kun je zien? Ja, daar. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Daar staat een flirt. Ja, daar. Daar staat een brute lok. En we hebben even Dietz, pizza salami. En dan gaan we zo via leuke omgekeerd terug naar huis. We gaan verder met de RE2 naar Osnabrück. En dat ligt in Niedersachsen.
En dan mag ik dus blijkbaar komen met mijn dagkaart, dus dat gaan we vandaag maar doen. Een paar Noordwestpaarlintjes. RB60 richting Mielenveld. Dat is een standaard kist dubbeldekkers van Westfalenbaan. Ik heb er nog nooit in gezeten. Dus de eerste keer première van mij. En we gaan het doen. Het komt pas 10:40, dus ik heb hier nog even de tijd. Kijk, de trein naar Rijnen is er. Zo'n kis. Nog nooit in gezeten. Dubbeldeksflirt. Interieur van de kis. Zit super lekker. En er zit een stroom in. En daar ben ik blij mee. Deze trein gaan we naar Rijnen. Hier gaan we nog één trein doen. Dat is de RB61 richting Hengelo, als je rijdt. Want die heeft namelijk de laatste tijd opstartproblemen. Dat komt doordat er één trein van de Eurobaan Nederland in mag. En sommige treinen van Eurobaan Nederland niet in mogen. Heeft met de ATB te maken. En als er één van zo'n trein kapot is, dan, dan rijdt hij niet. Of als keel is Nederland het personeel er niet voor heeft. Dus, nou ja, gewoon poging behagen om Hengelo te bereiken. En daar moet ik trouwens als even een enkele reis voor kopen, want de NRW-ticket is daar niet geldig op. Ik heb hier in Rijnen een enkele reis naar Hengelo gekocht. Dat is het Niedersachsen-Spaar-ticket. Dat is een goedkope treinticket wat hier in Niedersachsen heeft. Dan kun je dus elk station in enkele reis kun je dan 6 euro normaal betalen van de volledige rit van Hengelo naar Rijnen zonder korting of noem maar wat. 10 euro, 11 euro. Maar met de spaarticket kost dat dan 6 euro. En die is alleen geldig dan buiten de spitsuren. Zo, ideaal heavy deal. In Hengelo komt eraan. En in Hengelo gaan we nog een trein doen naar Kennispark. Want ik ga jullie natuurlijk ook een food review laten zien. En dan ga ik samen met een vriend van mij lekker naar Enschede heen. We hebben Hengelo bereikt met de Eurobaan. Dat kan dus toch. We mogen ook weer af, want we zijn weer in Nederland. Dus niet meer in Duitsland. Maar gelukkig, ik weet niet wanneer Niedersachsen doet, maar Noord-Rijn-Westfalen. Die gaat vanaf 2 april de mondmaskers eraf. Dus het is al een beetje een vaag hoe het systeem in Duitsland loopt. In Niedersachsen is het dan wel weer, in Noord-Rijn-Westfalen weer niet, en andersom weer. Maar ja. In ieder geval, de 3G-regel heb ik dus niet gehad.
al de hele tijd al niet meer in de trein in Duitsland. Hier ga ik nog wachten op een vriend van mij. Die komt op de stoptrein vanuit Oldenzaal. Deze kant op. Vanuit Zutphen en dan naar Oldenzaal. En dan gaan we naar eerst in Enschede. We zijn weer aangekomen, we hebben lekker gevoel. Komt er een eentje aanscheuren met 300 km per uur. Nou, we gaan even de vlog afsluiten en dat doen we lekker in de auto. Ja, ik heb mijn auto van mijn ma mee. In mijn automobiel. Ik ga nou naar huis toe. Abonneer hieronder van nieuwe video's van mij. Zeggen we tot de volgende keer.